Veel aanmeldingen voor Doe mee met een goed idee zijn straat- of wijkfeesten. Een feest is natuurlijk altijd een goed idee. En daarom zullen we er enkele laten zien dit seizoen. Het eerste waar we aandacht aan besteden is het straatfeest in de Surabaya-straat. In augustus is daar voor de kinderen een spelletjesparcours uitgezet. Je kunt je laten schminken, je kan darten en nog veel meer. Dat is allemaal heel erg leuk, maar een straatfeest is toch wel om meer redenen een goed idee. Om de mensen in de straat te leren kennen en met elkaar kennis te leren maken. Zodat iedereen toch een beetje weet wie er in de straat leeft en wat er allemaal te doen is dan in de straat. En daarom hebben we dat gedaan. Ons thema is culturele middag. We hebben geprobeerd om ook culturele spelletjes te organiseren, maar dat is helaas niet gelukt. Ja, we hebben heel veel cultuur in de straat, dus het is ook wel heel leuk om elkaars gewoonten te leren kennen en met elkaar in contact te komen. En verder wil ik even solliciteren bij HoogTV. Zo'n straatfeest vergt natuurlijk een hoop voorbereiding en geregel. In de Surabaya-straat heeft de organisatie zelfs voor sponsoring gezorgd. Sponsors gezocht? We hebben eerst informatie gevraagd bij de buren, wat ze ervan vonden. En als je geen interesse hebt, dan heb je ook zoiets van, dat heeft geen zin om iets te organiseren. Dus hebben wij gewoon eerst briefjes in elke brievenbus gegooid en hebben wij reacties teruggekregen. En toen hadden wij zoiets van, er zijn zoveel mensen die gereageerd hebben, dus we gaan er gewoon mee door. Toen wij sponsors hadden en heel veel die sponsors allemaal hadden aangevraagd, toen hebben we ook mensen gevraagd om mee te doen en wij zitten nu nog met drie andere vrouwen. Eén man en twee andere vrouwen. Eén man en twee andere vrouwen bij elkaar. Zitten met z'n vijven organiseren we dit nu. Wij hebben een vergunning aangevraagd bij de gemeente om de straat af te sluiten. Dus de subsidie hebben wij aangevraagd bij Doe mee met een goed idee. En die hebben wij gekregen. Dus dat was wel, was wel een kikker. De dag zit er, helaas voor de kinderen, bijna op. Is die geslaagd? En hoeveel kinderen deden er eigenlijk mee? Ja, tot nu toe is het geslaagde dag. Ja. We zijn op de helft. We hebben
35 kinderen ja. zijn er opgekomen. Nee, 37. 37, ja. Dus dat vinden wij zeer geslaagd. En de kinderen hebben pret en dat is het belangrijkste. Ja, dat vinden wij ook. Het bleef nog lang onrustig in de Surabaya-straat. De kinderen kregen aan het eind van hun culturele spelletjesmiddag zelfs een certificaat uitgereikt. Kaiden, kijk eens. Omdat je zo goed hebt meegedaan en zo met de spelletjes bent bezig geweest, krijg je van ons een certificaat. Laat me gewoon je pakje. Leontien, jij ook? Een certificaat omdat je zo goed hebt meegedaan. Dankjewel. En Kelsey, jij ook een certificaat. En misschien tot volgend jaar. Ja. Kat.